speeltuin Zuiderkwartier in Leiden werkt al een jaar of drie met verstandelijk beperkte jongeren. En dat bevalt zowel de speeltuin als de jongeren prima. Dan vegen wij het dan een beetje daarin, hè? Ja. Het is heerlijk om met die gasten te werken. En wat doen ze allemaal? Eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden die doen ze en daar zijn wij heel erg blij mee. Vind je het leuk? Ja, heel leuk. Wat maakt het nou zo leuk voor jou? Ja, de sfeer en de klusjes. Ja? Al het lachen met elkaar. Als je hier nou niet zou werken, wat dan? Dan is vaak niks meer te doen altijd. Zo is het en vaak is er weinig werk. Zo is het. Dus het is belangrijk voor jou dat je hier kan werken? Ja, zo is het. En precies daarom beginnen Jantje Beton en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten vandaag een campagne om landelijk honderden jongeren in speeltuinen aan het werk te krijgen. En dat is vrij uniek, omdat speeltuinen tegenwoordig veel moeite hebben met het vinden van vrijwilligers. En dit een fantastische manier is om mensen met een beperking aan hun werkplek te helpen en speeltuinen te helpen in hun beheer en het onderhoud van de speeltuin. Dus dat mes snijdt aan twee kanten? Absoluut. Het is voor de mensen die het doen heel erg belangrijk, want ze vervullen toch een taak die ze dan anders niet zouden kunnen doen. En ik raad het in ieder geval alle speeltuinen en alle andere instellingen raad ik aan die mensen te laten komen werken. Landelijk werken nu ongeveer 35 speeltuinen met verstandelijk beperkten. De campagne Aan de Slag in de Speeltuin.nl moet dat aantal omhoog gaan brengen naar 125.